Yo. Yo, yo. Yo, yo. Nog altijd die roze haar, hè? Zeker. Mooi. Oh. Oh, oh wat? Nu zou die wel normaal moeten klinken. Yes. Nu zou die wel normaal moeten klinken. Alrighty. De red. Ja.
Dat jij het maar weet, jongen. Oh, ik wou niet op de platte. Nou, ik heb iets van 15 seconden delay op mijn stream, dus als ik reageer, reageer ik ja, iets later. Aardappelenbedrijf. Wat? Oké dan. Hoeveel man een server? Ja, nu op het moment niet heel veel man solo. Ik denk, ja, nu zitten we met 6 man in totaal. Maar als we gewoon met z'n allen gewoon die server kunnen joinen, kunnen we wel wat fun maken, denk ik. En nu zitten we inderdaad met 6 man. Ik heb ook expres een delay op mijn stream gezet, zodat er ook niet gestreamsnakt gaat worden. Daar heb ik echt een teringhekel aan. En verkoop ik wapens? Nee, zeker niet op stream. Nee man, er is inderdaad helemaal geen wipe aangekomen. We zouden de server normaal gezien wipen, maar... We zijn aan het kijken voor een oplossing om het iets anders te laten verlopen. Als we gewoon met z'n allen kunnen komen, dan kunnen we wel een mini-eventje houden ofzo. Eender wat. Heel solo vraag ik aan de rest van de boys of dat ze komen. Ik denk dat we wel iets kunnen regelen om fun te maken. Moet wel te doen zijn. Yo man, wie is dat? No doubt. Ah, doubtie doubtie. Mijn game crasht. Ja, dat is ook altijd leuk. Ik heb nog altijd geen flauw idee hoe dit komt. Nou, zoals jullie zien, we hebben de naam... Van de server ook al veranderd. Alleen voor een of andere reden blijft het logo nog altijd hetzelfde. Ik heb ook echt geen flauw idee waarom dat hij dat doet.
By the way, het kan zijn dat er nog mensen geband zijn hoor, solo, want er was een staffmember naar een andere Discord gegaan, of een andere server. En die heeft gewoon letterlijk iedereen lopen bannen die hij online zag, denk ik. Dus vandaar. Volgens mij is iedereen gecrashed. Hey, Doud, word je ook gecrashed? Wie, ik? Ja. Nee, maar game crasht weer. Ja, bij mij ook, precies op datzelfde moment. Oh, gelukkig lag de keer niet aan mij. Nee. Roy, bent je shit aan het restart ofzo? Ja, oké, okay, ja, ik weet wel genoeg. Alright, maar ik ga weer op Devon. Welke staf? Hoe bedoel je, welke staf? Oh, die staf die naar die andere server is gegaan, dat was Ruben, man. Niet Zwieber, Ruben. Rubens naar een of andere jaar Easy Weapons, 2 miljoen starter geld, zo ver gegaan. Dus ja. En hoe was jullie dag, boys? Jullie komen eigenlijk bijna nooit meer de stad in. Nooit meer. Kijk, hier komen al mijn vrienden al, hè. Oh, dat wordt toch spannend, hè, man. Sinds wanneer ik vrienden heb. Ja, wat zeg. Kan ik 1,6 miljoen wit was, hoor. 1,6 miljoen wit was. Ja. Oh, er is een witwas locatie ergens in de stad, man. Ja, maar ik ga niet zoeken, maar ik kan het ook gewoon bij jou doen. Oh, kan wel, kan wel. Moet bij jou een stap op? Ja, als je het geld op zak hebt, geef het geld maar mee en dan stort ik gelijk gewoon wit over. Dus je krijgt van mij ook gewoon 100% en ik ga ook gewoon voor 100 wit wassen. Ja, beter. Oh ja, ik drop maar gewoon hier. Scheid dan. Schoten, ga ze pakken dan. Pak ze. Ik wil schoten, maat. Ja, ik ga ze pakken. Ik moet dat kogels ophalen en zo. Nee, ik heb geen kogels. Ah, enorm, maat. Ja, ik ga wel zelf grippen. Hey, heb ik zo gedropt? Hey. Ja, het ligt in je dashboard. Oh. Hey, Dedeker. Met welke reden, maat? Dacht ik al. Kijk. Nou ja, topper. Nee, heb je toevallig nog wat pistolkogels op zak, John? Ik heb helemaal niks. Ik heb wel shit op zak, maar dat is zeg maar niet een roleplay. Dus... Oh ja, toch. Ga ik even mijn dingen wipen. Wat zeg je? Dat ik mijn inventory snel ga wipen. Voordat er zometeen weer iemand over begint te janken. Ja, dan zou ik ook maar doen. Ajojo. Oh. Uw maatje wordt geshoot. Wie wordt er geshoot dan?
mezelf hier. Oh. What the fuck? Wie is die zon? Oh, uniek. Zo! Yo! Godverdomme. Oh, zit die gozer met op schoot? Wat? Nee. Doe joh. Ik weet niet waar je het over hebt. Hij heeft net een paar knap kogels gehad van deze. Oh, wat die? Oh, die. Ik ga ze pakken, jongen. Ah, daarom. Ja, man. Ik heb net even 1.6 mil gewitwassen. Maar ik kan zelf ook witwassen, maar dat laat ik zeker niet even on stream zien. Nee, straks weet iedereen die locatie. Ja, logisch, man. Ik ga het gewoon even mosselen. Eens kijken. Ah, oh shit, nu heb ik die 1.6 ook weer gedaan. Oei. Ja, kan ook gewoon zo. Waarom ik dat nou echt zo? Ja. Ook kan ik wel een pistool. Chill. Yo, ik weet niet of het aan mij ligt, maar al mijn wapens en zo zijn dan. John. Hallo, blijf wel staan. Ja, ik weet, maar wacht, ik wil even wat vragen aan John. Wat zeg? Hey John, ik kan net mijn appa in en al mijn gunners zijn weg. Ik kan nu ook gewoon op stream laten zien en al mijn gunners zijn in één keer weg. Je wapens weg. Hoe zijn je wapens weg? Ik kan niet komen, ik kan het laten zien, maar al mijn wapens zijn met mijn appa. Ja, maar eerst hoor ik even dat je handen omhoog doet. Ja, is goed, ik drop die pistool wel. Maar nee, handen omhoog. Heb je ook enig bewijs dat er van tevoren in zat? Denk het. Doe wacht, even je handen omhoog. Ja, wacht, ik doe net. Nee, blijf hier, handen omhoog doen. Hoi. Ja, maat, ik weet echt wel dat het niet alleen een pistool altijd is, hoor. Ook 5 miljoen euro. Maat, hij was bang, maat. Hij was bang, ouwe. Oh, ik word toch ook zo vaak gek van die sloot, jongen. Oh. Ja, ik heb nog een gunners weer, maar er is weer één pistool weg. Ik weet niet of ik een screen heb, maar mijn pistool is in één keer uit mijn alpha. Ja, ze gewoon pakken, man. Dan zal ik een masker op niks. Je hebt hun gezicht gezien. Het is gewoon een free. Dus ze gaat rippen, is gewoon free nu. Ik heb geen ammo of zo. Heb je ammo voor mij? Ik heb letterlijk amper iets, jongen. Amper. Je hebt toch wel vast wel iets. Ik heb 24 kogels. 24, ja, is nog gegeven nu. Bro, ik ga ze kantelen, bro. Met 24? Ja, bro, zelfs met 24. Right, dat wil ik zien. Hier. Even kijken of ik nog een appel heb. Wie is die laatste gelukkige man die mijn stream aan het kijken is?
zeg even iets in de chat. Nee, solo, als je in game komt, mag je van mij die puzzel overkopen voor 2 ton. Puur omdat jij de laatste kijker bent. Kan ik even wachtkamer komen? Ik heb screen. Ja, dan moet je even iemand anders regelen, want ik ben zeg maar bodycam. Kan je niet even iemand vragen? Kan je iemand vragen? Wacht dan. Ja, toch? Nee, ik kan even iemand die Sam slepen. Want iemand ging iets verhouden. Hij staat niet in de wachtkamer. Ja, wacht, ik ga wel een wachtkamer. Nou, ik ga een wachtkamer, ze slepen me. Die doet het nog altijd niet, die moet ik trouwens nog altijd fixen. Die ATM's, wel vrij irritant. Ik ga binnenkort ook weer beginnen met cinematics te maken voor mensen. Alleen dan moet ik even die Rockstar editor toevoegen in de server en dan kan dat ook weer. Wel een lijpe auto. What the fuck? Zit zo'n eerste die erin? Die staat bij Mercedes gewoon, man. Bij normale Mercedes. Ah, uit. Ja, AMG GT Black Series, dacht ik. Is dit die Black Series? Dacht ik wel, ja. Oh, maar hij is een custom sticker erop. Die ziet er wel lijp uit. Ja, klopt. Wat hé? Ja toch.
ik zit te laden. Man, moest 5 opnieuw downloaden, dus moet nu elke server ook. I know, dat is fijn, ik kan. Al die resources opnieuw downloaden van die servers. Maar speelt je veel servers of niet solo? Want als je veel servers speelt, dan is dat inderdaad wel tering irritant. Dikke drift handelen. Zo dan. Wie zit daar zelfs in? Ah, gooi. Die kan daar wat van. Go, Roy. Ga eens lekker driften, jongen. Ga eens lekker driften. TDA, ik weet niet man. Ik heb vroeger veel TDA gespeeld. Ik weet niet, TDA is zeg maar nu momenteel echt aan het strijden tegen Future met gewoon playerbase. Terwijl dat eigenlijk beide servers heel hard op elkaar lijken. Ik zie wel dat die chat een beetje heel groot is. Dus ik ga hem ook ietsjes kleiner maken. Ik denk dat dat wel genoeg is. Ja, tuurlijk, maar elke server gaat dat op een gegeven moment hebben, toch? Zeg maar, er is te veel geld in de stad. Er valt niks meer te doen en dan ja, wat ga je doen? Dan ga je wapen kopen. Wat doe je met de wapen? Ga je weer schieten. Het is echt moeilijk om zeg maar economie balanced te houden. Er is geen enkele stad die dat zogezegd echt perfect heeft. Dat kan niet. Daar zit echt 0,0 kans in. Ja, maar kijk, wij moeten geen Future RP namaaks hebben. Hier lijkt het nu wel een beetje op, maar we gaan heel die server zelf fixen. We gaan onze eigen scripts maken. Maar dat kost tijd en geld, bloed, zweet en tranen. Dus het is niet dat je zeg maar op een week tijd een hele custom server erop zet, echt niet.
Want we houden dus echt wel van die Amerikaanse stijl. Amerikaanse stijl roleplay, dat mensen echt aan hun wapens gewoon een waarde geven. Hier loopt iedereen met een AK over straat en dan is het ook gewoon van bam, klaar. Hier loopt iemand gewoon met een AK alsof dat er niks aan de hand is. Ja, deze server bestaat nog niet lang. We zijn echt aan het zoeken hoe en wat. Maar het is echt niet makkelijk, want je moet alles gaan berekenen. Hoeveel je met de normale wereld verdient, onderwereld. Overheidsbanen, die moeten ook iets verdienen. Want anders wordt de politieagent 15 keer afgeknald. En ja, die mannen die moeten ook hun eigen wapens kopen. Het is niet dat hun wapens gratis zijn hoor. Ja, ze zijn wel veel goedkoper. Naar onderwereld, maar we zoeken een balance. Dus niet dat het heel makkelijk is ofzo. Want anders wordt de politieagent 15 keer afgeknald. Dus ja, het is niet allemaal zo simpel als het lijkt. Staat iemand op de spawnplek? Hey klootzak! Yannick! Maar lossen we het zelf even op. Zo, die is aan de kant. Zie ik nou een masker? Leef. Is dat gratis geript? Ja, tuurlijk. Wie is dat dan weer? Is dat Barry Botsman, man? Ah ja. Oeh. Morgen. Op het moment is er niet echt heel veel te doen, nee. Oh, daar schiet iemand. Het is maar dat ik geen ammo heb, anders kan ik gewoon meeschieten.
En Solo, je moet wel subscribe gunnen, man. Het moet. Kan er niet bovenuit komen. Even kijken of ik die dingen niet kan aanpassen. Keybinding. Google. Is dat die? Nee, dat was hem niet. Eventjes naar de ATM. Oh, dit is ook altijd leuk. Dan blijft die pinautomaat hangen. Oeh, alles is ook lekker duur geworden. De knetter. Heel duur water. Dat is water van goud. Wie met die 24 MO2 puzzels doet, lekker man. Dat is wel GG snel. Ik ga ook heel even al die auto's beginnen op vernoemen, joh. Want ik word echt gek van. Ik moet altijd zoeken welke auto's welke. Kleine staff abuse. Oké, heel even mijn staff tag daarvoor aanzetten. Rode Esco. Dan de tweede. Zwarte Esco. Ah, ja. Sabal heb ik hem ook twee keer. Thanks voor die wat? Sam? Oh, nog een rode jasko.
Oh. Die andere was fiasco. Daar kom ik net achter. Rolling up, rolling down. Dat is een zwarte regeer. Dit is de R8 Widebody. Dat is de golf achter. Bentley Continental GT. Dodge Charger. Nee, dat is niet. Ja, dat is een Charger. Ik twee keer golf achter. Nou, het schijnt. Mercedes E500. Zo. Bij wie mag ik instappen? Swieber. Wat? En wie is Swieber? Hier, met de middelste leerke. Oh. Ik heb natuurlijk de beste één. Dus ja. De beste één. John, kom ook even een mooie proef doen. Wat?
Een Porto 69. Eén keer. Kan wel. Ik had ze net 2-1 genaaid. Ja. Yo, mannen. Yo, yo. Hey. Yo. Oké, die doet het. Ik wist niet of ik wel een port op zak had. Maar ik heb ook geen ammo meer, man. Welke ammo dan? Ja, van een pistol. Nee, nou. Ik heb wel een pistol op zak, geen ammo meer. Ook niet mijn kluis. Dus ja, is al een beetje L gepakt. Yo Kai, heb jij nog pistol ammo? Ja, wat dan? Drop die even buiten je auto. Ja, ik heb hier niks op me, wacht. Ik pak wel even snel, ja. Dat is goed. Die Cento heeft een vraag aan jou, Kees. Wie heb jij nodig dan? Ja, John Wick. Wow, ik heb die kogels nog allemaal daar liggen, want... Ja, hij wou vragen of de politie kon worden. Oh, echt? Ja, man. Nou, dan moet je even een DM's vragen. Ja, ik heb hem gewoon doorgestuurd naar jou. Jou. Je mag dat niks meer weten, man. Ik ben doorgegaan, maar oké. Deze boven. Deze mannen kwamen terug die doodgemaakt hebben, Kai. Huh? De man zegt, ik heb juist 2 pistols gekanteld of zo. Ja, dat zeiden ze net ook tegen mij. Ja. Maar nu maken ze wel rust, want ze hebben pistols. Ja, maar we pakken ze hier gewoon, hoor. En ze zijn nu in Blokkenpark. Nee, waar zijn jullie dan? Blokkenpark? Ja. Dan heb ik even kogels voor John. Hey, hoezo is er geen radiovolume? Dat moeten we even fixen. Ja, ik weet niet, man. Ik hoor jullie tering hard, maar... Zeg maar, als er iets in de stad langs me wordt gezegd, of een auto die langs me rijdt, die is knijterzacht. Ja, dat heb ik ook. Ik weet niet hoe dat komt, maar die poorten die is gewoon zo teffen sluit. Je kunt die lager zetten, hè, met vol. En dan op 2 of zo of 10. Hier ligt 500 kogels. Zeg, nu iets? Ja. Ah ja, inderdaad. Zo dan, helemaal genoeg. Zeg, is iets in porten? Ja. Die ruikt tegen mij aan. Nou, nu is die beter. Ja, toch. Zet even mijn Discord boven mijn naam, ja. Ah, ja. Wat is Discord, meneer? Het is Discord, dan. Kan ik dat eten? Ah. John, niet zo lullig. Kijk eens naar mijn naam, dan snap je het misschien. Hallo. Ja. Oh, ja. Het is niet dat er iemand kijkt, maar het zijn gewoon die richtlijnen, man. Je mag niet te veel schelden, dit, dat. Nou ja, goed. Anders krijg ik gewoon standaard gewoon een blacklist van YouTube en daar heb ik echt geen zin in. Een blacklist. Jij moet helemaal je bek houden, Dirk Bands. Dirk. Zijn hun toch, die Dirk. Zijn naast mij. Met z'n allen op z'n uitstappen in één keer. Zielig. Ze rijden hem ook aan, ja. Een GDM truck. Ik zou niet pikken. Bandje. Lekker.
We worden geschoten. Eén pistol. Twee pistols, stap uit. Eentje benen. Ik heb hier andere. Kijk, mijn auto is kapot, pas op. Schiet die benen gefinished. Waar is die? Ja, andere? Die heb ik gefinished. Kom andere kant, misschien hier achter. Kijk bij Cardi, kijk uit. Oh, ja, wie is dat? Is de... Ik weet niet waar dat die andere is. Ik denk sowieso achter. Hij staat sowieso in dat garage ding, hè. In. Eens kijken in dat gebouw. Hey Juni, ik ga niet als deze zien, want dat is echt opvallend, hè. Lim. Die is, ik moet, dit maakt moet even gaan slippen, man. Waar is die andere guy? Opvallend. Waar is die andere? Ik zie hem weer nergens. Hey boys. Ew, we zijn DLC aan het hebben, shippen. Oké. Lokka? Een car dealer die waar je die auto kunt verkopen. Oh, ik ben daar. Ik heb 1M19, maar zullen we die aan Jan geven, want hij heeft echt bijna geen wapens. Nou, geef die man top, ja. Ja, niet te veel afpakken, ook gewoon een paar kogels aan Unique overlaten. Nee, wacht, Kai, wacht. Ja, ik heb ook een lekker band, dus ik krijg gewoon even rustig naar geruisd. Als je rustig rijdt, dan gaat die band er niet onder, of ja, gaat de wiel er niet afvliegen. Normaal gezien. Laat het gewoon even uit, want ik heb toch niet werken. Heeft iemand Rick Werkert bij? Ja, ik heb geweest. Ja, ik was net dood geweest, dus ik heb niks meer. Wie is die witte Porsche? Ik heb geen idee. Die man zag me sowieso met de pistool hier staan. Jorben. Weet je dat 100%? Ik vertrouw hem niet, man. Hij blijft hier maar gewoon zo staan. Hij stond bij ook allemaal te kijken. Ja, ik trek wel gewoon mijn AK, ja. Geen stress. Ja, hier Joshua, kan jij mijn auto repareren? Ik heb toch een AK vast, daar gaat niks kunnen doen. Ik ga een AK trekken, pakken denk ik. Ik ga even naar... Ik moet één keer proberen, ik schiet gelijk. Ja. Ik ga even naar die shop. Ik zou posten. Hoeveel zijn die staat ook een Mercedes rechts van ons, hè? Wie is dat? Die lelijke Unique volgens mij. Die tek man. Ja, hij heeft deze hier uitgedaan. Wat? Reparatiekit 10.000? Is die Roy op zijn kop gevallen? Hi, Jack. Die Porsche in de gaten. Mat. Besef even, 5 reparatiekits, 50k. 5 reparatiekits, 50k, doe even gek. En wie stap ik nou in? Oh, top. Zo, 40k erdoor geblazen. 4 reparatiekits gekocht. Doe eens even normaal, joh. Ik ga ook even wat kopen. Contant geld hebben, zeker. Ga hier opnemen bij die winkel. Handen omhoog, handen. Nee, dit niet. Winkel binnen. Vriend, hoor je pack. Hey. Jawel, Thomas. Oh, het is ook zo vervelend. Wat, wil je die pistool overkopen? Oh, die fucking ja, kan wel. Ik heb net gewoon een beetje geschoten. Oh, de. Fucking duur,
Ja man, ik heb die dingen zeker terug aanpassen. What the fuck, maat? Ja, doe maar heel snel. 10k voor repair kit, dat is helemaal paupergek. Dat het 2000 is, oké, maar 10k? De tering. Nou, ik ga gewoon even 10 repairs kopen. Ja, 10 repairs, wacht gewoon er even. Dan, Solo, dan moet je even naar me toe komen, man, in game. Maat, ik heb toch geld, zat. Maar het moet toch een beetje de economie uit, hè. Ja, heeft nog iemand een AK te kopen of zo? Wil je een AK kopen? Ja. Die van mij is net geript, ouwe mini AK. Ja, mini AK, AK, lang AK, groot AK, AK, RPG, maakt niet uit. Eén geluk, we hebben dat wapen ook geen AK. Ik heb voor die AK. Hoeveel geef ik ervoor? Ik weet dat ze 1.5 mil waard zijn, dus ik geef je 1.5. Wat denk je van die? Oké. Okay. Een blokpark garage. Ja, trouwens, als je mij daar 500 ammo bij kunt fixen, dan geef ik u 1.7. Ah, sorry. Hé, wat doe je? Ja. Horen jullie mij? Ja. Ja, we horen jou. Zeker te weten, oké. BPA, witte Porsche. Nee, van fuck. Het is druk, jongens, hé. Ja, toch? Meneer, jij. Oké, meneer, wil jij 100k verdienen? 100k verdienen? Ja, voor een spelletje. Wat dan? We schoten niet beentje op, maar getal onder de 10. Bak straks. En wat ik zeg maar denk. Als je het raadt, krijg je mij 100k. Waarom wil ik 100k hebben als ik 10 mil op mijn rekening heb? Oh, dan laat maar. Ja. Zit daar met die bam bam bam. Hier, map bam bam. Hé, bam klaar. Instapen, jong. Ze weet dat ze wat. John, kom even. Laat me even instapen, jong. Nike heeft sowieso een AK. Ik wil een AK hebben, ik ben er mij niet kwijt. Beetje druk, man. Ik open. Wat is zo druk, Black? Wat? John, waar ben je? Stap in mijn auto. Waar ga jij heen? Ja, wacht. Ik ga even met die guy een deal doen. Oh, god. Wat? Nee, ik geef je wat Ellie, Ah, ja, toch? Mm. Nou, trouwens, ik heb maar eentje. Ja, je kan hem even storten en dan laat ik hem weer terug bellen. Repair kits zijn zo duur. Wat? Kan niet eens. Kijk in het dashboard. Er ligt een dash. Ja, toch wat jij doet. 12, man. Iemand. Alsjeblieft. En Jan, hoeveel geld heb je? Strijd. Oh, die tellen mag. Ik ga wel andere halen. Ja, ik koop je ook AK ammo. Zeker, maar ik ga er eentje rippen. Nee man, ik heb letterlijk niks. Oh ja, toch is goed. Hi, Chalas. Dan is er nog die M9, die boy, wil je die hebben? Zeker. Wat vind je dan? Al zeker. Stop in. Wie van mijn medegangsters kan mij ophalen? Nou, ik is zo meteen wel, kom eraan. Oh, ja, je moet toch nog die AK hebben. Heb jij wapens te kopen? Ik heb helemaal niks te kopen. Stop in, hele keer. Hey, taxi. Jan, jouw ligt in de dashboard. Als je mij hebt gehaald, dan ga je het doen. Ik? Ah, moet even naar Tellywinkel. Oh, maar ik heb geen Telly, ik geef jou even mijn. Ik ben aan het vechten op, bij de bank. Nou, we zijn eerst even, ik ben eerst even mijn AK aan het verkopen. En met vuist. Was jouw geluksnummer? 10. Een AK en een cadeautje op neer.
Kijk, dat zijn zaken. Ja. En nog een hele AK ook nog. Ja toch? Tuurlijk. Goed, hè, mannen zijn hier aan het fighten. Ja. Ik heb zelf een half AK op zak. Nee. Dat zeg ik iets te hard. Kut, sorry, ik zat op shouting. Ja. Oh, hey, wat is er gaande? Hey, boys, wat is er gaande? Hey! Joinen met AK gewoon. Omdat ik kaal ben, hè? Hey, John, hij gaat nu zijn pistool pakken. Hij heeft geen pijn en we slaan hem gewoon dood. Slaag hem dood, als je een goede reden hebt, mag je hem doodslaan. Niet meer. Ja, maar als je een goede reden hebt, mag je hem doodslaan. Ja, hij gaat nakkoe. Nee, hij schiet mij ook. Hij gaat tandhoek nakkoe. Ah, zo. Zo dan. Het is er knijterdruk. Als ze zeggen dat iemand nu uit de appa komt, die ga je waarschijnlijk een wapen doen. En het schijnt ging die een pistool halen. Huh? Het schijnt ging die guy een pistool halen. Nou, dus dan pak ik het van. Maar daarom. Ik kreeg ook door dat die guy waarschijnlijk gewapend ging zijn. Hé, hey, maar ik moet wel die kale kop van mij eens een keer haar gaan laten groeien, man. Ik zie er net als een NPC uit. Wie? Wat doe je? Alsjeblieft. God is allemaal niet. Wat zei je? Nee, ik ben niet opgetrokken in Blokpark Bank. Ja, dat weet ik. Maar waar is Unik in de stad? Ik weet niet waar, man. Unik, geen idee. Dood. Schiet er met een AK. Oscar. Hoe zou je dan? Pistol dood in de parkbank. Lekker. Oh, ik kan wel gewoon grondwandelen, man. Ah, ze hebben niks gedaan. Ze mogen achter me aangaan, maar ik neuk ze toch. Ik ga hier gewoon rondwandelen. Even chillen. Zo is de wapen daar een. Ik als je wapen ziet, duw één keer in de korte. Dan weten we dat. John, ben jij die kale? Ja. Hey, niks nee, tegen mij. Ja. Ik heb een therapie gehad. Geschoten? Waar? Worden schoten hier zo ergens, 100%. Ah, die hoorde ik ook, ja. Ik stond op BPG, ik hoorde ze echt letterlijk bij BPA passen. Zuber, zit jij in de bank? Hey, Zuber. Is hij dood? Hallo, Zuber.
ik ga wel checken. Nou, hij rijdt volgens mij in die auto daar. Hij schiet, AK! Waar dan? Daar ben ik. AK op blokkenpark af. Waarom schiet je op ons, jongen? Sukkel. Nou, die man gaat op ons schieten. Sta jij daar boven? Ja, man. Ben jij die Mercedes? Loopt die. Ik ben die Mercedes, die skeren. Nou, hij heeft nu weer een andere outfit gedaan. Kan niemand ons ophalen hier? Yo, John Rex. Tap in. Gaan we juwelier doen dan? Want we horen niet bij onze gang eigenlijk. We kunnen juwelier doen, maar dan moeten we wel hostage hebben. Ja, we kunnen Kai pakken, want hij hoort toch niet bij Jokers. Eigenlijk. Of in... Wie zijn dat? Ik denk Kai en... Nou, ga, rij gewoon in je eigen auto en kom Porto 69. Jij hoort toch bij jullie. 69. Hey. Is huh? What's the word, gang? We zijn nog niet. Ik ben die Mercedes, jongen. En ik is de easy, maat. Maar hoezo ben je zo lelijk? Ja, leerlijk? Maar hij wordt nog. Oh. Doe niks, strijden. Ik stap bij jou in. Hey, Kai. Ja. Je zit in die Mercedes. Ja. Je zit in die Mercedes. Kom die golf pakken, mensen. Mijn fiets zit in die Mercedes. Wat is er? Ik heb goed nieuws voor jou, maar ook slecht nieuws. Nou. Zal ik het in of? Ja, doe jij maar. Ja, het goede nieuws is, we gaan je wel hier doen. Het slechte nieuws is, we gaan jou gebruiken. Aangezien dat jij een undercover politieagent bent. Ja, daarom. Aangezien dat jij een undercover agent bent. Zo gezegd, een beetje gangzaken doen, corrupt zijn. Hm? Ja. Je hoort me. Ja, daar heeft Jan net, of Kees net eentje gekild. Oh. Hij stam eruit. Ga maar naar binnen. Hey, waar de fuck ben je? Ik werd opeens gerevived. Start jij hem of? Ja, ik doe wel. Ja, shit. Misschien eerst reloaden. Als ik jou was, zo snel dan een switch maken. Ja. Maar zijn ze dan nu nog binnen of wat? Ik ben Porto 119. Oké. Pak even fictief valse spul af. Yes. Hij vraagt of dat Kai DSG kan doen en Roy onze host is. Wat voor kutvraag is dat? Ja. Als wij een hostage hebben, dan gaat hij niet in één keer DSG mogen doen. Daarom.
En nu weten dat die een undercover deze is, dan hebben we 3 eisen. Makkelijker toch? Hij zegt dat Roy ons helemaal de tyfus in redt, zegt hij. Ja, he. Dat hij wat? Dat hij ons helemaal gaat onverschieten ofzo. Wie gaat dat doen? Ja, Roy. Nou, hij gaat helemaal niks doen. Niet tegen mij. Bedoeld. Nee, maar hij bedoelt dat hij jullie niet gaat kwijtraken. Okay. Is dat zo? Ja, dat moet je aan hem vragen. Dat zullen we dan wel zien. Als zij gewoon mooi komen met een normale politieauto, dan is de kans vrij groot. Wat zei John? Zeg, als zij met een normale politieauto komen, dan is de kans vrij groot dat we ze kwijtraken. Nee, ik denk dat hij gewoon met een RS6 komt. Of zo. Geen idee. Of ja, of die nood op. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. We zullen het zien. Ze zijn er. Oeh, gezellig. Unique is je toch wel. Een demo is er ook bij. Dat zijn geen dienstauto's. Nee, eentje is een crimineel, die hoort hier niet. Nee, die andere hoort hier ook niet, die auto. Misschien die is die auto. Laten we even snel kijken of dat is. Ja, 1 seconde. Terug hoor, je komt er even kijken welke dat is. Nee. Nee, maar kijk, hey, die mag gewoon, die mag gewoon, die mag gewoon. Je mag gewoon eigen auto's gebruiken, hè. Ik vind het wel grappig, wij gaan jullie hier doen voor te lachen. Met een skere auto komen ze gelijk met de dikste, snelste, pittende auto's. Ja, daarom. Oké. Ik ben een hostage. Nee, niet in de porten praten, ja? Nee, maar hij zegt waar ben jij? Dat is een politie. Nee, dan nog niet in de porten praten. Hé, hey, joh. Je kan je zo door je hoofd krijgen, ja? Nee, dat wil ik niet, jongens. Ik wil nog naar huis toe. Dat ik wil nog een koekje drinken. Ik wil nog thee en een koekje eten met... Een koekje drinken? Ja, ja ik ga een koekje drinken met John. Een koekje drinken? John Wick, kennen jullie hem? Nee, man. Ik ga een koekje drinken met hem, man. Zellig. En dan ga ik nog even een bakje thee eten. Thee eten, ja. Ja, man. Is al gebeurd. Ja. Dat is pech, noodknop weg. Dat is balen, even niet walen. Is het nog voor vandaag of moeten we wachten tot het suikerfeest opnieuw is? Ah, weet ik niet. Mag ik in de porten zeggen dat ze moeten opschieten? Nou, doe maar. En ze willen dat jullie opschieten, anders word ik door mijn hoofd geschoten. En dan kan ik geen koekje meer eten met John. Ja, dat klopt. Jongen, is het nog voor vandaag of
Ja, je bent er toch, dus we kunnen toch alvast beginnen aan de eisen. Ja, we kunnen toch alvast beginnen aan de eisen. Nee, ja, ze hebben liever dat de halve korps hier staat. Snap ik niet. En ze krijgen trouwens 3 eisen. Dat is echt, man. Typisch. Omdat ik under the cover ben. Hey Goen, met de camera, maak dat je weg bent. Nee, ik heb recht op persfoto's. Ja, ja, en ik heb recht op mijn privacybescherming, dus maak maar dat je weg bent. Zolang je zolang je een beetje afstand houdt. Maar... Ik denk dat je ook gewoon een beetje aan je eigen leven wilt denken, of niet? Ja, je moet ook aan je leven. Dan zomaar een hele andere kant op gaan. Ze dus pakken jullie niet hem monstertje in plaats van mij, jongens. Als we naar buiten willen, dan willen we naar buiten. Als we naar buiten willen, gaan we naar buiten. Daarom. Er is echt niet iemand die mij gaat zeggen dat ik hier moet wachten, hoor. Als ik jouw lul eraf hak, dan hak ik jouw lul eraf. Ja, stop met dreigen, voordat ik zometeen ook... Nee, hey, hey, dat doe ik niet. Zometeen ga ik jou echt eentje geven. Nee. Ah, ik denk dat je, dat, niet meer, dat je niet meer blij bent dan. Hé, hey, wat geef je me een klap, joh? Pannenkoek. Je ook eens geven. Nee, ik ga wegrennen. Hé, hey, je bent vastgebonden. Hé, hey, terug. Ja, mijn handen. Nee, je voeten. En de handen. Nee. Jawel. Nee, dat kan niet. Dat kan wel. Ja, dat knallen hem ook niet. Maakt mij niet uit. Hij heeft wel aardige mooie helm op, bodyvest. Ik denk dat we allemaal gewoon lekker naar huis willen. Ik denk als hij dat zo gaat staan, dat hij niet snel naar huis zou gaan. Ik hoef alleen maar te richten, 2 keer te schieten en het is klaar. Het is één oefening. Nou, hij loopt al weg ook. Maar wel aan kijk. Lijkt precies dat ik hoorde met hem aan het praten zijn. Die had de eerste of? Ah, ik zal wel doen. Hallo dames, kom naar binnen. Dan verstaan we elkaar iets beter. Ja, niet met 2, hè. Hey, ik heb ook niet de hele kermis meegepakt. Ja, maar jullie hebben 3 eisen omdat jullie een undercover agent hebben. Dus, ah, het is zeker een undercover agent. We weten ondertussen ook dat hij meneer Kai noemt. Mm-hmm. En dat hij ook gewoon een Dizzy Pasje in zijn binnenzak had zitten. Dus, ja. Maar vertel, wat zijn jullie eisen? Onze eisen? Yes. Dat is echt gewoon vrij makkelijk. Een vrije doorgang. Mm-hmm. Niet schieten totdat wij geschoten hebben. En dan een andere eis. Misschien iets realistischer auto's pakken. Kijk met wat wij weg. Ja, 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 is goed. Ik zal een andere auto. De ding gaat misschien maximum 240. Misschien. Ja, ik weet niet of ik dan een auto kan fixen die even uitgaat. Maar... Nee, je mag gewoon deze auto's pakken. Er staan nog genoeg auto's. Dus. Yes, is goed. Ik zal even snel wat regelen. Yes. Als ik het voor elkaar heb, dan horen jullie van mij, ja. En desnoods pakken wij zelfs nog een panto. Ja, kom maar goed. Ik trek die zo uit mijn binnenzak. boys, we moeten met... Nee, alleen jij, Unique. Hun hebben gewoon deze voertuigen. Hoe dan? Hé hey jongens, ze mogen toch gewoon wel gewoon die standaard DC-auto's pakken, RS6 en zo?
Ja, maar het zijn wel gewoon DSI-voertuigen, zeg maar. En jullie mogen gewoon het DSI-voertuig pakken, dat hebben ze net gezegd. Dat is gewoon uniek, jij moet omwisselen. Gewoon iedereen die een eigen auto heeft omwisselen naar het DSI-voertuig. Goed, daar ben ik weer. Staat nog, kies je zelf voor. Ik kan even een route uitstippelen naar waar dat we gaan. Kijk even wat voor auto's hebben. En zeg het niet als je langs hem staat, want dan gaat hij het alsnog doorgeven. Een 2 RSS. 2 RSS, geen offroad. Nee. Het is kut dat we niemand anders hebben, man. Anders zouden we gewoon een motor ergens klaar kunnen zetten. Ik zie nu 3 DSI, 2 RSS en 1 BMW, dacht ik, die afgoed, man. Oké dan. Jullie korps hebben gesloten. 2 RSS, 1 die afgoed, maar en 3 DSI's. Ik denk dat ik richting stuntparcours ga bij La Fenta. Of gewoon richting de dam. Gewoon boven de 100 blijven rijden, kunnen ze niet pitten. Ja. Nee, weet ik. Boys. Ja, hoe heet dat? Zodra ik in mijn auto stap en toeter, dan krijgen jullie gewoon een groen licht. Alright. Houd wel natuurlijk in dat de hostage hier blijft. Hostage blijft hier, hij blijft ook vastgeboeid. Is goed, dan zorg ik voor opvang voor de hostage en dan doen jullie de achtervolging. Ga ik heel even die auto al draaien, want die staat echt heel vreed. Ik ook bij jouw kant in stappen. Kan je bij die deur staan, anders hoor ik ze niet. Het is echt een hele trage auto. Ja. Alleen zijn optrek is precies hoog.
Wie is die golf? Ik weet niet, golf. Nou, dat volgt een golf. Gaat hij klaarstaan om te shooten? Gaan we dat echt doen? Gaan we dat echt doen? Ik ga naar rechts. Cap. Oh, eentje ging bijna op zijn zij, zag je? Ja. Oh. Er is nog een auto gekoppeld, ja. Ik denk dat we hier gewoon die woonwijk in rennen. Ja, in de rennen. Ja, of gaan we richting de villawijk? Ja, villa, daar hebben we meer... Meer huizen, meer bestopplaatsen. Daarom. Right, dan ga ik ook gewoon naar die villawijk. Ja. Oh nee, ik ga... Oei, oei, oei. Tering harde hoofdpijn. Zag je die? Ja, tuurlijk. Ik weer, denk ik. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Maar ik ga ze niet van mijn staart afkrijgen, dat echt niet. Zie ze volgen. Oh, dit. Ik wil ze zien vliegen, laat op. Ik pak ook gewoon een realistische auto. Kijk wat zij doen. Ik denk dat ik hier zometeen die parking op rij en dan moeten we gewoon over die muur gaan. Ja, hier. Of... Nee, nee, achter ons. Okay, okay. Ik ga hier proberen te draaien. Ja. Of we kunnen op ons gangterrein uit gaan spelen. Ja, kan ook. Ja. Gaan we dat doen? Ja, tuurlijk. Of, dat ja, even... daar heb ik wel minder plaats, hè. Ja, weet je wat? Ik ga hier die parking op. Dan gaan we rennen. Hier? Ja? Maar niet instant gaan schieten. Maar dat gaan ze sowieso wel doen. Oké, ja, stop. Gewoon rennen met handen omhoog. Schiet jij? Nee, het op mij. Oh ja. Je ziet. Ik zie jou nergens. Het is geen keuze om hem. Ja, anders was ik gepakt. Waar ben jij? Ja, beneden weer helemaal. Naar ja, ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou. Ik zit recht boven jou. Letterlijk rechts boven jou. Ja, lekker. Eentje is hier ergens achter in de woonwijk. Wordt geschoten op mij? Ja, ik ben hier. Oh, mijn been. Blijf liggen, blijf liggen. Kijk. Hij loopt van boven. Ik zie hem nergens. Ik kom naar me toe lopen. Ik word er denk ik. What the fuck ben jij? Struik waar je gevallen bent. Wat? Zit ik in die struik? Ik zit in een struik waar jij gevallen bent. Ja, ik zit ook in de struik. Laag. Ik ga rennen. Dood, ik ben dood. Laag. Wacht. Help, 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 help. Shit, ik moet binnen.
Ik ben aan het rennen. Leef je nog? Hoe de fuck ziet die man mij? What the hell?